Yo, kijkers van Warzakker, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lord of the Rings mod. En we zijn hier vandaag weer met Dennis. Goedemorgen, middag, avond, nacht. Lig je al een beetje trouwens? Hi. Hallo? Wat? Hi. Maar ik wist niet eens dat jij mij ging supporten vandaag. Je bent in je supporterskleding hierbij. Zie je het zo? Oh. Ja. Sorry. Het moet zo lopen. Oh, wow. Maar, welke banners heb je eigenlijk? Welke is met de vissen trouwens? Dat vraag ik me af. Escorat, dat is Lake Town deze. Oh, dit is Lake Town. En dan heb je... Die hoort ook bij jou bij. En deel. Dit zijn dus mijn twee banners straks op de server. Want de server heet... Realms of Middle-Earth. Ja. Geen Project Middle-Earth. Ja. En heb je al iets van een release date die we bekend gaan maken? Of is het nou nog... We proberen ook gewoon begin november ergens wel te beginnen. Ja. Het is even de vraag, omdat we nou met wat bult zitten, net als deel zelf, waar we gaan kort misschien inlopen. Ja. Dat gaat nog veel werk in zitten. Ja, want eigenlijk met de oude deel die ook al te zien is in de video's van Phonox NL zijn we nog niet helemaal tevreden. Nee, want de Airboy die jullie nu, waar we nu voor staan, dit is niet de nieuwe, dit is de oude nog. Dit is echt de PME Airboy nog. Yes. En ik zie ook een vliegende toren van Ravenhill die op dit moment Ja, die viel me toen straks ook pas in één keer op, ja. Oké, maar nu we hier toch zijn, dan ga ik wel eventjes mijn faction ga ik eens even promoten. En jij bent een echte boer vandaag, of niet, Dennis? Ja, ik loop met mijn hooivork een mooi bij. Ja. Maar jongens... Ik weet niet eens hoe dit ding nou echt heet. Dit een, een pitchfork. Een pitchfork. Nou, dan kan je lekker je hooi ingaan. Wat doe je eigenlijk met hooi? Stapelen? Duwen? Nee, jullie hebben ook best vette battle axes, zo. Ik ga even kijken, hoor. We zitten nou trouwens in game mode. Het gaat straks de server niet zijn. Nee. Maar ik zou even kijken. Dalish... Die hebben op zich wel leuke dingen. Ik heb toen ook een update video ervan gemaakt. We hebben nog best wel veel. We hebben zelfs horse armor. En we hebben crackers. Ja. Ik weet 100% zeker dat als onze samenwerking goed wordt in de game, dat er één ding is waar we tussen gaan handelen. Dat weet ik nou al. En dat is? Weet je waarvoor wij gaan handelen, sowieso? Iron, denk ik. Bogen. Oh ja, jullie bogen, kunnen... Ja, bogen, ja. Jij voor ons goud eventueel. Onze mineries. Want ik bedoel de gold en de... Orzen Airboar biome en in de Iron Hill biome zijn natuurlijk veel beter dan in deel. Ja, moet je kijken, jongen. Dit heb je echt prachtig gemaakt destijds, Dennis. Al één keer mijn complimenten. Dit verdient wel even een applausje, jongens. Even een applausje. Ja, moet je niet zelf gaan klappen, jongen. Hier, Dennis. Speer op je buik. Dit is eigenlijk nog de foute versie, volgens mij. Want inderdaad, dit was een... We hadden een discussie al toen net ook nog met een paar mensen... dat dit waarschijnlijk nog een hele oude map is... Want ik heb ooit in een later tijd, ik kan het eigenlijk niet eens goed zien, of is dit wel... Dit is wel de update waar ik in gespeeld heb in ieder geval. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik heb een keer de bovenkant, heb ik aangepast, de bovenste punt, want die had ik eerst rond gemaakt en die heb ik daarna een keer hoekig gemaakt. Maar volgens mij is dit wel de goede. Hier, Dennis, vang. Vang? Een arrow. Oh, nee, dat is geen arrow. Is een spel. Oh, ik kan het niet zien. Ja, ik heb shaders aan staan. Dit is wel. Nee, maar ja, Dennis, je nieuwe variant gaat minder groot worden, denk ik, of? Volgens mij is hij iets groter, iets breder is hij. Groter wordt hij, wauw. Nou, hij is iets breder. Hij is qua hoogte zit er niet veel verschillen, maar waar stond je nou dan? Ja, ik kom weer naar beneden, volg de speren maar, dan kom je er vanzelf wel. Hoi. Oh, ik sta op de crossroad, zeg maar. Oh, oké, ik kom naar je toe. Ik moet eigenlijk lopen, dus ik ga even lopen. Dennis, ben je? De supportersvereniging komt eraan, hoor. Hey. Hoi. Hey, sporter. Nou, dan gaan we eens even naar jouw gebied. Ja, een mooie, hele mooie gebied lopen. Oké, want heel veel mensen die hebben dus de vorige aflevering gezien en die hebben gezien dat PME terugkomt. De Realms of Middle-Earth terugkomt, inderdaad. Ja. Vergeef me. Jongens, het is dus Realms of Middle-Earth, niet meer PME. Het is gewoon eventjes die oude denkwijze. Maar... Voor de mensen die het weten, we hebben een aantal landen nu op dit moment. We zijn nog steeds op zoek naar een leider voor een laatste continent, waardoor het eigenlijk echt kan gaan starten. Ja, eventueel ook nog een paar andere, want we hebben nou, moet ik het goed zeggen, 3 bad factions. Er zijn er nog 2 vrij sowieso. Ja,
Maar er zijn, de belangrijkste op dit moment is nog wel eventjes de Realms of Man. En dat wordt dan Gondor, denk ik. Ja, Gondor zelf, want Rohan is al wel gekozen. Ja. Stel dat deel zou eerst ook bij mij erbij komen, omdat jij het zo graag wou. Ja, ik wil lekker jouw buurman worden, Dennis. Ja, ook leuk. Ja. Kunnen we lekker handelen. Ik bedoel, je bent echt de buurman. Je... Ja. Maar ik zei al tegen mijn mensen, van eigenlijk hebben we één voordeel. Ik bedoel, als we aangevallen worden, nou, ze moeten of via Ravenhill komen of over die heuvel van die kant. Want alleen Rune zal via die kant komen. En ja, en anders zullen ze altijd over jouw land heen moeten om bij mij te kunnen komen. Dus op zich zit ik zit wel lekker. Ja, je hebt of Ravenhill, of de Iron Hills, of je hebt Dale. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog de Woodland Realm, hè, die een heel groot stuk afschermt aan het westen van ons. Hè. Maar dat zijn onze allies eigenlijk nog, toch? Of mijn allies? Woodland Realm zijn wel jouw allianties, maar zijn niet mijn alliantie. Oké, okay. Goed. Ja. We breken de poort even... Nou, dat werkt natuurlijk niet met... Ik wou zeggen, ik wou zeggen, we rammelen hem kapot met een hakbel, maar dat werkt niet. Heel even wachten, seconde. Oké, maar eigenlijk waar het kort op neerkomt, is zeg maar dat wij ook nog invites moeten doen. En ik ga zeg maar... In de eerste staande ga ik 5 mensen adden. En ik ga jullie al een kleine spoiler geven. Jurgen komt ook in deel. Oftewel, Edeldeer, die gaat mij helpen erbij. Ja. Dus hij gaat iets... Ja, die zal waarschijnlijk dit plaatsje ook krijgen, denk ik. Ja, nou, hij kreeg wel een gebied, maar het is zeg maar zijn rol zou wel in die zin gaan worden vervuld. Maar wat ik wel verwacht, zeg maar, is dat ik 5 actieve spelers gekregen in het begin. Dus dan ben ik op zoek naar een houthakker, ik ben op zoek naar een miner, ik ben op zoek naar iemand die de armor setjes fixt. Heeft er ook van die handelaars. Ja. Er zijn echt, in deze mod heb je er heel veel aan natuurlijk, om aan resources, golden coins, silver coins te komen. En als laatste natuurlijk hebben we een, hoe heet dat nodig? Een, wat is die laatste nou? We hebben een farmer, een miner, een houthakker, een handelaar en als laatste was belangrijk iemand die een beetje een combat instructor wordt, die een beetje ideeën heeft van... Hoe het ook het vechtsysteem in de Lord of the Rings mod werkt, want het is eigenlijk met cooldowns. Als je iemand slaat, dan heeft jouw wapen een cooldown. Ja. En dat verschilt per wapen. Als je een battle axe hebt, die doet bijvoorbeeld veel damage, maar die speed is veel trager. Maar En je kunt voor het op een leuke manier enchanten. Ik heb er nou voor het gezien hoe het werkt ook, dus het is op zich best interessant. Maar het kost wel echt heel veel metaal om een eigen perfecte wapen te kunnen maken in deze game. Ja, maar daarvoor ga je lekker minen, weet je wel. Ja, ik denk toch dat we trouwens nou wel even moeten vliegen als je het deelt wat jij sowieso... Ja. Want het is zeg maar zo, wat jullie nou zien is een beetje de verpoepte versie van deel. Want het is zeg maar wel zo dat we er heel veel werk nog aan hebben. Ja. Want het enige gedeelte wat we waarschijnlijk gaan gebruiken is het gedeelte wat jullie nu zien. En dat is deze town hall een beetje en hier de huizen. Ik heb hier trouwens een torentje neergezet, Leon. Oh. Ja, ik wou even naar de blokken kijken, naar wat hun in de modpack voor dingen hadden gebruikt. Maar dat... Het is oranje dus, zeg maar. Ja, maar volgens mij verschillen die kleuren ook wel. Soms heb je blauw. Ja, je hebt ook blauw en je hebt ook rood. Ja. Je hebt heel veel, dus we moeten even kijken. Ja, maar hier moeten we dus een beetje mee gaan functioneren. Maar ik vind bepaalde structures vond ik niet helemaal mooi. En die wil ik wel heel mooi hebben, want we willen hier natuurlijk storyline in gaan opnemen. We gaan dingen namaken van de echte film, die gaan we hier proberen. Battles nabootsen, zoals de Battle of the Five Armies. Ja, maar... Dat wel op de planning natuurlijk. Maar er zullen ook wel dingen, denk ik, of story zijn. Dus zeg maar dat mijn eigen verhaallijn een beetje kan doen hier omheen. Ja, een deel is een groot gebied, dus je kunt heel veel doen. Ja, en natuurlijk met de andere rijken. Ik heb al gezien dat Edoras al staat. Of was, heb ik nou dingen gespoild? Nee. Nee? Oh. Ja, dat wisten ze niet, maar die staat er sinds vandaag ook voor het in. Ja. Dus... En er komen nog meer steden, maar ik zal nog niks qua namen noemen. Wat we nog meer al bijna gewoon compleet al hebben, wat we er alleen omheen hoeven te zetten. Ja, waar ik zelf, dat is het laatste dingetje wat ik ga zeggen, wat ik echt wel heel benieuwd naar ben, is naar Rivendell, jongens. Want dat waren echt de leukste builds met Dennis. Die moeten we weer terug oppakken, gewoon die serie. Die gaan we gewoon weer lekker verder bij mij. Dan gaan we gewoon elke week gaan we 1 aflevering weer maken, hè, Dennis. Dat was de deal. Dat deden we toen ook, dat ging echt goed. Totdat jij stopte en toen moest ik in mijn eentje verder. Bijna 10 ook leuk. Maar nu gaan we alweer verder met z'n tweeën, hè? Wat zin. Ja, we moeten er wat van gaan maken, dus we hebben... Eigenlijk complete... Ja, ik ben volgens mij ooit verder geweest ook. Want het is zeg maar dat er is een kleine setback geweest naar hoe ver we ooit zijn geweest. Ja. Want ik heb ooit ook een video geüpload dat ik aan deel toen heel veel... We hadden volgens mij echt een heel groot stuk al bijgebouwd.
En dat zag er ook echt al goed uit, Leon. Alleen dat hele stuk bestaat dus niet meer. Ja, dat is wel jammer. Maar ja, daarvoor gaan we dus weer iets nieuws vets maken. Ik vind bijvoorbeeld dit is ook wel leuk. Maar ik wil het iets meer aankleden. Ik vind dit zo Ja, maar dat komt omdat dit hebben we toen film correct gemaakt. Alleen dit stuk, dit ding hier. Weet je wat je hiervan moet maken? Een handelsplein. Vroeger was ik echt alles moest... Ja, alles wou ik vanaf de foto's doen. En als je hier handelsdingen neer zou zetten, zou het niet kloppen. Ja. Maar dat doen we dan gewoon wel, want het moet natuurlijk ook praktisch zijn naast dat het klopt. Ja, je moet nu zeg maar deels zien zoals het hier staat, zeg maar. Maar dan gaan we het een stukje kleiner maken. We gaan hem ook wat ronder maken. En de kleuren worden lichter. Want het is nou allemaal nog raw handbrick en we gaan alles veranderen naar deel. Daar hebben we een heel klein beetje al gedaan, maar dat... gaat nog wat tijd en moeite kosten om het helemaal 100% weer goed te krijgen. Ja, en kijk, hier staat dan nog die officiële town hall, maar daar wil ik eigenlijk ook vanaf. Het is gewoon te groot. Ja. Hey, ik kan trouwens ook kijken, Leon, dat ik deel sowieso nog wat lager zet. Dat je iets wat meer hoogte hebt nog. Ja, qua bouwen. Ja, dat moet maar sowieso... ik kan hem niet veel lager zetten, want ik moet natuurlijk ook kijken hoe hoog ik al zit met mijn andere gate. Ja. Met de Erebor, want Erebor heb ik ook niet veel lager gezet dan dat deze zit. Maar ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan uitwerken. Maar ik ga kort de video nou afsluiten, want ja, we willen natuurlijk nou dat de mensen mee gaan helpen met deel straks. De release zal tussen begin november, eind november zijn. Dus ja, dat is zoiets inderdaad. Ja. En er moet nog veel gedaan worden en wij hebben natuurlijk ook niet elke keer vrij. Dus, nee. Ja. En wij hebben inderdaad wel wat factions, net als Rune is sowieso al helemaal klaar. Die heeft inderdaad nog geen capital, zoals sommige andere landen al wel hebben, maar dat is eigenlijk... niet bij alle factions zo, dat ze allemaal, net als Mordor, heeft ook niet direct Barad-dûr. Nee. Dat zijn allemaal builds die gewoon veel tijd gaan kosten. Ja, en Rivendell had in het eerste instantie ook nog gewoon puur alleen een command post. Ja, maar die zullen ze waarschijnlijk ook nog niet direct hebben als ze beginnen. Want als wij wekelijks gaan doen, dan kunnen we het nog niet binnen. Ik weet niet, november is dadelijk al over een week of zo. Ja, november. Dus één video is dat. We moeten eigenlijk deze week wel beginnen, denk ik al, met de Let's Build Rivendell. Ja, dat gaan we sowieso doen. Ik heb vrijdag een vrije dag, dus dan ga ik sowieso wat meer opnemen. Ook kunnen we vrijdag wel even doen, vrijdagavond. Ja, vrijdagavond ga ik helaas uit eten, maar overdag heb ik... Zaterdagavond. Zaterdagavond moet sowieso lukken, dat gaan we zeker doen. Ja, doe maar. En... Zijn mijn ouders ook niet thuis, dus we hebben heel de avond de tijd. Ja. Maar Dennis, kom nog even bij mij staan, want ik wil je nog even van de afslag... Waar sta je? Ik sta voor de poort van Deel. Hier mooi op de brug. Hallo. Dennis! It's a dragon! Oh shit. Ja, oh, die moeten we natuurlijk ook nog maken. Die vier, kruisboog met vier armen. Een Windlands. Die staat zelfs op je... Ja, hij staat zelfs op je vlag, Leon. Ja. Oh, is dat zo? Ja? Oh, ja, dat is de Black Arrow met de bow die Bart gebruikt om... Fucking cool. Hé, hey, dankjewel. Dan weet ik weer wat nieuws. het is ook lichtelijk inschatten. Ik bedoel, je hebt een zwarte pijl staan op je boog. Ja, fucking cool. Maar om het even af te sluiten, jongens. Willen jullie mij gaan helpen met Jurgen en Dennis straks als alliantie? Dan moet je dus eventjes in de reactie hier beneden. Ik ga nog even de tekst ook erbij zetten. Moet je je naam geven, je leeftijd, je Minecraft naam, je Skype. En waarom jij erin wil, waarom jij... eigenlijk in Lotte wil en mij kan gaan helpen. Want ik ben ook naar iemand op zoek die straks misschien de gameplay wat meer gaat aansturen. En misschien kan jij dat wel zijn. Dan word je een soort van hertogachtig iets. Dus dat zou wel heel leuk zijn. En je moet heel lief kunnen zijn tegen Dennis. Nou, mensen van Kingdom zullen hier misschien ook wel op spelen. Maar ik denk dat we voornamelijk gaan beginnen met een nieuwe groep. Zodat ik dat wel een beetje gescheiden kan houden. Ja. Dus Dennis, ik wil je bedanken voor het deelnemen. Wat heb je een mooie helm op? mooie ogen. Ja. Ik kan maar altijd wel mijn helmpje lenen hoor. Ja, zo helmpje doen. Zo. Ja. Ja. Is op zich is ook niet zo. Hé, maar ik kan dat wel doen. Ik heb mijn ogen lager zitten. Dus wacht even hoor. Nee, maar dat komt omdat bij de dwergen hebben ze de ogen lager zitten. Dat hoort bij de... Bij de textures bij. Hoe noem je dat dan? Maar niet... Dwarf armor zo of dwarf? Dit is mithril trimmed. Dit is de duurste armor wat je bij de dwergen kan maken. Dit is echt... Dit is het armor wat ik voor de survival wil ik echt... Daar ga ik echt voor sparen. Oké, mijn ogen zitten lang in. Ik ben een dwerg. Hey, ik ben een dwerg, jongen. Oh, ik weet weer wat nieuws bij je. Lekker Dennis, maar hou het kanaal in de gaten. We zullen af en toe even een update doen van wat we hier gaan bouwen. En je zult het waarschijnlijk ook op andere kanalen gaan zien. Maar Dennis gaat sowieso mee bezig en ik. En eventueel Edeldier binnenkort ook. Dus En misschien dat we ook nog een keer weer opnieuw tours kunnen doen. En de gedeeltes die alweer hebben staan. Want die zijn al wel een keer getoond. Maar omdat we wat plekken hebben, die zijn aangepast en veranderd. En dan gaan jullie wel nog wat nieuwe dingen zien. Ja,
Dus jongens, bedankt voor het kijken. Druk nog even op het likeje. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Het kanaal van Dennis staat ook in de beschrijving en in de endcard. En ja, laat natuurlijk even de reacties achter of je mee wilt doen of niet. En dan zie ik jullie misschien wel op The Realms of Middle-earth. Hey Dennis, ik zei het goed, hè? Ja, hij zei het goed. Ik zei het goed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.